Welkom bij de Game Contenters. Vandaag ga ik een potje FIFA spelen. Kijk gerust mee tot het einde hoe ik een potje FIFA speel. Ik zal kiezen voor een klassieke wedstrijd. Vandaag zal ik spelen met Ajax tegen Vitesse. Welkom beste kijkers vanuit Amsterdam. Voor deze wedstrijd hier in de Johan Cruijff Arena. Achter de microfoons voor het commentaar het duo Ruiter en De Vos. Met vandaag een wedstrijd in de Eredivisie. Het is Ajax tegen Vitesse. Zie het, ik beloof je één ding. Dit wordt een wedstrijd om je vingers bij af te likken. Let me op mijn woord. De Arnhemmers trappen af voor het begin van het eerste bedrijf. Sébastien Haller. Dat kan hij hiermee. Hij is niet bang, hè? Hij haalt hem voor zijn voeten weg. Ah, mooie klassieke redding van de doelman. En precies op het goede moment uitgekomen. Ajax rukt op naar de goal. Tadić, groter wordt die kans niet. Redding van de keeper. Nummer 100 van die ballen, denkt de doelman. Het loopt nu goed af. Ingooi voor de Arnhemmers. Die bal kan nu worden voorgezet. Simpel geblokt, dat soort. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. En de aanval van Ajax. Hier kunnen ze de leiding nemen. Goal voor Berghuis. Ach, die keeper zit erbij, zeg. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En dan die magnifieke afronding. Zo beheerst, zo gecontroleerd. Met zoveel gevoel geschoten. Ja, zelfs de doelman kan hier alleen maar bewonderend toekijken. De score is geopend. Het is 1-0. Nummer 23. Steven Berghuis. Hij speelt hem slim. De fluit klinkt voor buitenspel. Beste bezoekers. Al vroeg druk gezet. Daar komt hij en daar heeft hij hem. Bal voor zijn voeten weggepakt. Gewoon goed eruit gekomen. Heel resoluut. Voorkomt dat de bal over de lijn gaat. Berghuis komt nu dichterbij. Geschoten door Berghuis. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkere voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En dan verdwijnt de bal dus in de korte hoek. Kennelijk had de keeper hem daar niet verwacht. Treffer voor Ajax. En nummer 23, Steven Berghuis. En ze hebben de bal weer terug. Ryan Gravenberch. Hij zit er goed tussen bij die pas. Oussama Tanane. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Ajax is de koning van het balbezit hier. En dat zijn we eigenlijk van de Amsterdammers gewend. Ze domineren het middenveld en zetten meteen druk als ze de bal even kwijt zijn. Ja, voor de tegenstander dreigt nu wel een afstraffing hoor. Al vroeg onderschept die bal. Daley Blind. Sébastien Haller. Goed gereageerd zeg, en daarmee heeft hij die paas onderschept. Ze komen weer in balbezit. De scheidsrechter legt het spel stil. Eens kijken wat er met die speler aan de hand is. Dit is een flinke dreun voor die ploeg. Want deze speler kan echt niet verder. Ik ben heel benieuwd hoe de coach dit verlies gaat opvangen. Hier heb ik weer een gewonde speler. Ik moet ook even gaan vervangen. Even kijken wie daar de beste voor is. Even kijken welke stad. Oh, dat is deze. Blind. Zo vroeg in de wedstrijd al eigenlijk. Beetje jammer. Maar dan ga ik voor Álvarez. En de wedstrijd weer hervatten. Het veld verlatend. Nummer 17. Daley Blind. Daarvoor in de plaats komt nummer 4. Edson Álvarez. De geblesseerde speler wordt buiten de lijnen behandeld. We vervolgen de wedstrijd met een scheidsrechtersbal. Scheids, laat hem maar vallen. Dieper komt eruit, pakt hem. Wel gedaan, de bal blijft in het spel. En ze komen weer aan de bal. Niet meer aan de bal na die tackle. Ja, nu kan er een counter komen. Lekkere steekpaas. Steven Berghuis. En dat moet de goal zijn voor Berghuis. Lekker doelpunt. En daarmee presteert Berghuis het om een hattrick te maken. Wat een geweldige wedstrijd speelt hij. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En dan is het een kwestie van de verdediging afschudden. Niet al te eenvoudig, maar het lukt en de kans die vervolgens ontstaat wordt verzilverd. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Steven Berghuis. Goed druk gezet hoor. Wat gaat hij nu doen? En het gevaar is weg. De doelman houdt die inzet van dichtbij tegen. Ja. En dat doet die keeper toch heel knap. Echt petje af. Álvarez. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Tanane. Deze mag erin. Wat een geweldige bal. Die speler die heeft waarschijnlijk bovenbenen van graniet of zo. Kijk eens hoe hard hij de bal erin schiet. Lekker hoor, als je zo kunt scoren. En we hebben nu een stand van 3-1. Nummer 9. 1 minuut extra speeltijd. De eerste helft is gespeeld. Geeft de scheidsrechter aan. De stand is 3-1. Met 3-1. We gaan gauw weer verder. We hebben Ajax in de eerste helft op voorsprong zien komen. Kunnen ze die lijn doortrekken? Dušan Tadić. hij hiermee? Hij zit! Doelpunt voor Ajax! Ja, dit is toch wat we willen zien hoor. Dit is echt een schitterende actie. Hij gaat zijn man voorbij en maakt hem dan heel netjes af. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Nummer 22. Sébastien Haller. Komt steeds meer naar voren. Nee, daar komt de tegenstander alweer een balbezit. Tegenpartij aan de bal. Davy Klaassen. Bal naar de andere partij. Tackle in het eigen doelgebied. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. De bal blijft binnen naar die redding. Nee, dat is een bal van niks. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Ryan Gravenberch. Noussair Mazraoui. Steven Berghuis. En nu ziet Berghuis naar binnen snijden. Daar moet je voorzichtig mee zijn, op die plek. En wat balen ze op de tribune. Het zag eruit als een strafschop. En ze zijn het niet eens met die beslissing van de scheidsrechter. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Hij stoomt verderop. Wat een mooi doelpunt. Ajax had al een duidelijke voorsprong en zet er gewoon nog eentje bij op het scorebord. Het gaat inderdaad allemaal vrij makkelijk momenteel, zie je het? De score is 5-1. En we trappen weer af. En nummer 22, Sébastien Haller. Dušan Tadić. Tadić! Tadić moet deze maken! Zo, daar zit de doelman mooi tussen. Al naar het midden. Er zit iemand tussen. Nicolas Tagliafico. Ryan Gravenberch. Hij let goed op en onderschept die paas. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Dušan Tadić. Hij promoveert dat schot niet tot treffen. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Bal gaat buiten. Inworp. We gaan wisselen. Nummer 14. Oussama Ternane. In plaats daarvan komt nummer 40. Daan Huisman. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Een schot. Dat schot wordt geblokt, toch? Ja, wordt geblokt. Corner voor het doel gebracht. Nou vooruit. Toch nog een doelpunt. Veel zal het niet helpen. Je zou toch verwachten dat een verdediging zich wat beter concentreert als de bal wordt voorgebracht vanuit een hoekschop. Maar dat is hier niet het geval. Maar zoals hij het afmaakt, daar valt eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Hij raakt de bal ideaal en de doelman is kansloos. Fantastische goal. De zoveelste aftrap na een doelpunt. 5-2. Daar gaat de bal via een speler uit. Inworp dus. Ryan Gravenberch. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Die komt eruit, pakt hem. En de bal niet meer aan de voeten. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Maakt de beweging naar binnen. Schiet op doel. Simpel geblokt dat schot. 3 minuten blessuretijd wordt erbij geteld. Een kans op een counter. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. Dan schiet de bal zo naar de tegenstander. Ja, afgelopen. De 3 punten zijn binnen voor Ajax. Ja, deze wedstrijd hebben ze dan uiteindelijk toch heel makkelijk gewonnen. Hierbij winnen we met 5-2. Zoals altijd zeg ik je weer, bedankt voor het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter. Mocht je nog niet gereageerd hebben op een van onze video's, reageer dan. En voor nu, tot de volgende gameplay.